De fans van FC Utrecht hebben vanmiddag afscheid genomen van Henny van Schoonhoven. De ex-voetballer overleed afgelopen vrijdag aan kanker in zijn woonplaats Maarssen. Van Schoonhoven, die in de Galgenwaard als bijnaam de tank had, werd 39 jaar. De uitvaart was vanmiddag bij crematorium Daalwijk in Overvecht. Supporters van FC Utrecht vormden een erehaag toen de auto met het lichaam van Henny van Schoonhoven daar aankwam. RTV Utrecht sprak een paar dagen voor zijn dood nog met Henny van Schoonhoven. Het verhaal Ronaldo, heb ik ooit gehoord, dat hij tegen je speelde? Ja, we speelden met Elinkwijk tegen PSV. En voor mij was het zo'n 18 of zo. En ik gaf hem gelijk de eerste beuk en dan begon hij maar gelijk met... Poeta, begon hij maar gelijk. Dus nog een keer een beuk en hij is volgens mij in de rust naar de trainer gaan van... wist allemaal maar, want ik ga niet tegen gek voetballen. Maar ja, mag. Niet tegen Elinkwijk? Ja. Niet redelijk wij tegen PSV, ja. Kregen we 6-2 klopt, maar toch, Ronaldo was er snel uit. Dus dat was jouw overwinning? Dat was mijn overwinning die dag, ja. Die mentaliteit, Henny, heeft dat je geholpen in de periode dat je ziek bent geworden? Ja, zeker, want dat had ik er waarschijnlijk al eerder niet meer geweest. Dan had ik misschien al eerder het loodje gelegd. En dat mentaliteit vind ik toch belangrijk bij mensen. Ook zie ik nu ook aan mezelf. Ik heb het gewoon tot nu gered. Wanneer merk je dat je het verliest? Nou, ik merk dat al snel. Op een gegeven moment ga je dingen voelen in je lichaam en denk je van, er groeit weer wat. En dan kan je wel weer een scan laten doen, maar ik weet precies wat die scan uitbrengt. Het is groter geworden, weer slechter nieuws. Dus ja, je gaat pijntjes voelen. Je gaat dingen die er zitten, alleen die worden steeds groter. Ja, en dan weet je gewoon dat het niet lang duurt. Nou, mijn angst is niet om dood te gaan, maar mijn angst is dat ik... al die dingen die ik nog kan krijgen, zoals ja, stikken, plotseling in mijn huis. Afgevoerd moet worden, paniek in mijn huis. Dat ik naar het ziekenhuis toe moet. En dat ik daarna sterf. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon thuis sterven bij mijn gezin. Wat mij in deze woorden allemaal opvalt, Henny, is dat je absoluut niet egoïstisch bent. Je zou kunnen zeggen, met dit wat je hebt, moet alles om mij draaien. En nu wil ik. Maar je blijft vooral naar anderen kijken en denken voor die anderen. Nou, egoïstisch, ik kies natuurlijk wel voor euthanasie. Ik bedoel, dan kan je denken, jij is egoïst. Alleen, ja. Ik vind het zo belangrijk dat ze daar niet meer zorgen over te maken van... dat papa zo dood is gegaan, zeker de kinderen. Dat papa niet op een leuke manier dood is gegaan. Dan is het denk ik makkelijker voor het gezin en voor de mensen om me heen... dat ze denken van, hij heeft zijn strijd verloren... Hij kan rustig slapen en we nemen niks kwalijk. Afscheid nemen bestaat niet. Ja, Henny van Schoonhoven in gesprek met sportverslaggever René van den Berg. En de supportersvereniging heeft nog een speciale Henny van Schoonhoven sjaal laten maken. En daar is nu een run op ontstaan. Ja, en dat is ook heel goed. Ja, want de opbrengst die is voor de studie van de twee kinderen van Schoonhoven, Kim en Bart. En verder gaat er ook nog geld naar de stichting Kika. Henny van Schoonhoven werd op 28 augustus 1970 geboren in Utrecht. Pas op 28-jarige leeftijd maakte hij de overstap van de amateurs van Elinkwijk... naar de profvoetballers van stadsgenoot FC Utrecht. Hij debuteerde op 9 september 1998 in de wedstrijd tegen MVV. Na 2 seizoenen verhuurde FC Utrecht van Schoonhoven aan Ado Den Haag. In 2000 tekende hij voor 3 jaar bij sportclub Cambuur. Om medische redenen besloot hij in 2003 te stoppen met profvoetbal... Hij nam een dierenspeciaalzaak in Maarssen over en meldde zich weer bij zijn oude club Elinkwijk. Eind augustus, een dag na zijn laatste verjaardag, staken supporters van FC Utrecht hem nog een hart onder de riem. Tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam werd Van Schoonhoven toegezongen en werd er vuurwerk afgestoken. Op de Bunnikzijde hingen diverse spandoeken. Voor de wedstrijd werden flyers uitgedeeld waarop de supportersvereniging opriep om het scheldwoord kanker uit het stadion te bannen. Die kanker is van Schoonhoven uiteindelijk noodlottig geworden. Hij was wel zichtbaar geroerd door de actie. Ik bedoel, ik heb nog ineens anderhalf jaar buurt gezeten. En als je dan zo elke keer je naam wordt geroepen, dan denk je van... ben ik het wel, Henny van Schoonhoven? En zijn ze Henny van Schoonhoven nog niet vergeten. Maar dat is dus niet zo.